Eddie Boerhoff, ja, we staan voorafgaand aan de derde oefenwedstrijd na de herstart van de voorbereiding. Misschien kun je even toelichten voor de meeste mensen wat dat inhoudt. Nou ja, we hebben besloten om dit seizoen de voorbereiding in twee delen te knippen. Eigenlijk geleid door de vakantie die er tussenin zit. De topklasse begint in het weekend van 23 en 24 augustus met de competitie. Nou ja, dan reken je meestal 6 weken terug. Dan zit je op 1 juli. Nou ja, dat is geen goed moment om de voorbereiding te beginnen. Dus hebben we besloten om wat eerder te beginnen. 19 juni. En van daaruit ruim 2 weken te trainen. Toen 2 weken helemaal rust. Om ook even wat te herstellen. Nou, en nu zijn we bezig met het tweede deel van de voorbereiding. En dat betekent nu de derde wedstrijd. De eerdere 2 wedstrijden tegen een Duits team afgelopen donderdag. Daarvoor tegen Berkum. 2 keer gewonnen. Wat mij opviel, 2 keer in de slotfase. Dan denk ik, hé, hij heeft wat van Oranje geleerd. Ja, nou ja, ik weet niet of het helemaal in Oranje zit. Maar goed, geeft in ieder geval aan dat jongens op het laatst nog bereid zijn om het verschil te gaan maken. Nou ja, waar we vooral ook aan werken is het verdedigende onderdeel. Wat bij ons toch wel belangrijk is om daar ook wat aan te schaven. Nou ja, dat zie je dat het nog niet helemaal is zoals wij eigenlijk voor ogen hebben. Dus hopelijk is dat vandaag in de wedstrijd tegen Nieuw-Buinen wel een volgende stap. Dat betekent dat dat een accent is in deze wedstrijd. Hoe moet ik dat voor me gaan zien? Nou ja, het gaat vooral om het besef bij de spelers dat wij in de verdedigende organisatie beter moeten gaan staan. De restorganisatie, de controle, dat mag niet ten koste gaan van onze aanvallende intenties. Want die zijn en blijven passen bij HSC, dus dat gaan we ook niet veranderen. Maar goed, betekent wel dat als je wilt aanvallen, ja, ook moet zorgen dat het achterin de boel goed staat. Nou ja, en daar zijn we deze weken wel mee bezig. Hoe blij, want dat zal je vast eerder gevraagd zijn, ben jij dat je weer, want ja, eigenlijk ben je terug bij de club, hè? Daar komt het toch op neer. Ja, enorm blij. Ik heb vorig jaar bewust de keuze gemaakt om even geen club te trainen. Nou ja, van daaruit kijken hoe het gaat richting het volgende seizoen. Nou ja, als dan uiteindelijk HSC in beeld komt, dan ben je verschrikkelijk blij en trots om daar trainer te mogen zijn. De club waar je zelf al ruim 25 jaar lid bent, fantastische tijden hebt meegemaakt, nog steeds een enorme binding mee hebt. Dus ja, ik ben daar verschrikkelijk blij mee om onderdeel uit te maken van HSC. Ik kan me voorstellen dat dat een voordeel is. Maar dat de mensen ook naar je kunnen kijken en dat het misschien ook wel een nadeel zou kunnen zijn. Omdat men van een eigen mens misschien iets meer verwacht of kritischer kijkt of meer durft te zeggen. Nou ja, dat gaan we dit jaar natuurlijk wel beleven. Ik zie het vooral als een enorme uitdaging om de club HSC, die geweldige tijden heeft beleefd, om te proberen om daar weer iets moois neer te zetten. Ja, dat is voor mij de uitdaging. En ik zie het vooral als een voordeel om onderdeel uit te maken van ja, eigenlijk de HSC-familie, waar ik veel mensen ken. Dus vanuit die gedachte ben ik ervan overtuigd dat ik het vertrouwen krijg. En dan is het aan mij en de rest van de groep en de staf om er met elkaar iets moois van te maken. Vraag die bij mij ook een beetje in mijn hoofd speelt is van, je hebt een jaar sabbatical gedaan. Je hebt ongetwijfeld HSC 21 gevolgd, maar ook meerdere clubs. Ik weet niet wanneer je wist dat je naar HSC 21 zou gaan komen. Maar je hebt daar waarschijnlijk ook altijd het een en ander van gevonden sinds dat je weg bent. Hoe het ging of hoe het verliep. Is er onder jou iets veranderd? Heb je iets wezenlijks veranderd? Nou, nee, ik denk niet dat je nu al kunt zeggen in deze periode dat er veel is veranderd. Wij hebben een selectie van 20 spelers. Ja, in deze fase wil je vooral die spelers zien. Zien individueel, maar ook hoe bepaalde spelers met elkaar samen functioneren. En daar hebben wij vooral deze periode tot nu toe voor gebruikt. Langzamerhand zullen we ook van daaruit de conclusies gaan trekken. Komende dinsdag spelen we tegen Richters Bleek en volgende week zondag tegen Kwik. Ja, dan zal ook langzamerhand het team samengesteld gaan worden waar we ook de eerste competitiewedstrijd mee gaan spelen. De beide opstellingen waar je nu voor kiest, dat heb je tot op heden gedaan in de oefenwedstrijden. Een eerste helft opstelling en een tweede helft opstelling. Ja. Behoudens dan wat wissels die misschien noodzakelijk zijn. Mag je daar al wat uit afleiden? Is de eerste opstelling bijvoorbeeld al de opstelling met de meeste basisspelers? Nee, dat kun je vandaag zeker niet zeggen. Wij hebben dat redelijk gerouleerd de laatste weken. En ook vandaag kijken wij weer van wie heeft de afgelopen donderdag gespeeld. Hoe is het met de arbeidsrustverhouding? Hoe is het met de fitheid? Dus daar kijken wij in deze fase ook zeer kritisch naar. Dus het is niet zo dat de jongens die de vandaag starten, dat het meer de basisspelers zullen zijn. Of de jongens die het tweede deel spelen. Daar kun je op dit moment nog geen conclusies aan verbinden. Over 14 dagen, ruim, de competitiestart tegen de Treffers. Ik denk dan, een trainer heeft zijn jongens al bekeken. Die weet al zeker 6, 7 basisspelers.
Oh ja, nee, uiteindelijk weet je natuurlijk op dit moment ook wel, heb je wel in je hoofd waar je denkt mee te gaan starten. En dat zijn inderdaad misschien 7 of 8 spelers waar je eigenlijk van overtuigd bent dat die gaan starten. Mits die fit zijn. En daaromheen zijn er altijd nog 3, 4 posities die je laat afhangen van de vorm, de kwaliteit, de speelstijl die je wilt gaan hanteren. Dus daar gaan we ook de komende weken invulling aan geven. Ja. Nou, de aanvoerder heb je al gekozen, dus dat is 1 basisplaats. Ja, normaal is Arjan Goorman inderdaad onze aanvoerder. Dat is die afgelopen jaren geworden doordat Sven Weustink met blessures weinig kon spelen. Arjan heeft dat in die periode prima ingevuld. En het is ook voor mij, maar ook voor de rest van de groep, op dit moment een prima aanvoerder. Die heel goed in de groep ligt. Die veel van zichzelf en van de team en van de club eist. Dus voor mij is dat een prima klankbord. Tweede basisspeler denk ik ook al te kennen, Jeffrey Brammer. Tenminste, die keept vandaag niet, maar die gaat straks tijdens de wedstrijd misschien nog wat analysewerk doen. Ja, dat is ook een zekerheidje. Ja, Jeffrey heeft natuurlijk ook afgelopen seizoen gekiept. Begin van het seizoen was even de concurrentie met Melvin Koetsier. Uiteindelijk heeft Jeffrey... is in ieder geval eerste doelman geworden en heeft het ook gewoon prima ingevuld. En dan is er op dit moment geen reden om daar een andere invulling aan te geven. Oké, dan heb ik er 2 gegeven. Dan vind ik toch dat jij er minimaal 1 nog bij moet doen. Dat is lastig om nu al een naam daarin te roepen. Erwin Nieuwboer is onze tweede aanvoerder. Normaliter kies je niet een tweede aanvoerder die niet gaat spelen. Dus als Erwin Nieuwboer zijn normale niveau haalt, zal hij zeker een basisspeler zijn. Oké, verwachtingen voor het seizoen? Ik lees overal handhaven, dan denk je, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik denk toch dat jij vanuit jouw intrinsieke motivatie zoiets heeft van eerste 5, minimaal. Nou ja, we hebben daar ook dit weekend over gesproken. Kijken naar het afgelopen seizoen, kijken hoe het seizoen is verlopen. Hebben we kritisch met elkaar naar gekeken. En dan komt ook bij de jongens wel een top 5 klassering naar boven. Dat vinden zij reëel. Nou ja, op het moment dat zij zo ambitieus zijn dat ze daarvoor gaan, zie ik geen reden om dat naar beneden toe bij te stellen. Dus dat is inderdaad het doel voor komend seizoen. Ah, kijk. Dan hebben we toch een rake treffer. Ja, nee, maar ja, daar hoeven we niet omheen te draaien. De jongens zijn ambitieus. Veel van de jongens zijn bij elkaar gebleven. Je weet nooit natuurlijk hoe andere ploegen zich hebben versterkt. Maar goed, wij zijn overtuigd van onze kwaliteiten. Nou ja, en als je daar maar van uitgaat, dan vind ik ook dat je de doelstelling hoog moet zetten. Oké, dan hebben we nog een laatste en dat is de nieuwe spelers. Kun je daar kort en goed iets over zeggen? Het liefst dan even bij naam en hoe ze zich ontwikkeld hebben of hoe je dat tot op heden ziet? Ja, als ik even kijk naar de spelers, dan zijn er 2 nieuwe doelmannen bijgekomen. Die komen van een lager niveau. Wouter Langheet komt van Bomboys. Marin Jurisic die komt van HSC, maar komt de laatste tijd van TVO. Nou, dat zijn 2 jonge, ambitieuze keepers. Nou, ja, die zullen zich vooral moeten ontwikkelen om stappen te gaan maken. Vervolgens is er Burak Bazout. Dat is een speler die komt van Luktar de Mergo. Is een linksbenige verdediger. Ja, die heeft veel in de mars. Voetballend gezien met name, zal als centrale verdediger nog zeker stappen moeten gaan maken. Maar is in potentie een prima versterking. Liewe Gezing komt vanuit het tweede elftal. Heeft vorig jaar indruk gemaakt in de wedstrijd tegen de Treffers. Door toen 3 keer te scoren. Linksbenig aanvaller, nou ja, fysiek sterk, onberekenbaar. En daar gaan we zeker dit seizoen nog van horen. Joost Eksterkaarten komt uit het tweede elftal. Geldt eigenlijk hetzelfde voor. Heeft het bij het tweede prima gedaan. En is om die reden toegevoegd aan het eerste elftal. Nou ja, die zal vooral stappen moeten gaan maken. En moeten leren van de jongens die er al zijn. Robert Wielens. Nou ja, dat is natuurlijk een ervaren kracht. Komt van Excelsior. 3 jaar daar gespeeld. En komt nu weer terug bij HSC. Is iedereen denk ik enorm blij mee. Gezien zijn kwaliteiten en zijn ervaring. Nou ja, en ik ben ook van overtuigd dat we aan Robert, zowel als voetballer, maar ook gezien zijn menselijke aspecten, een meerwaarde is. En als laatste Rick Bouwmeester. Die komt van Silvolde, een buitenspeler. Kan vanaf links en vanaf rechts voorin spelen. Razendsnel, goede techniek, goed inzicht. Helaas nu nog wat geblesseerd. Maar ook daarvan ben ik overtuigd dat we daar komend seizoen veel plezier aan gaan beleven. Nou, we gaan kijken of het uitkomt. Ik wens je in ieder geval alle succes dit seizoen 2014-2015. Toch nog één vraag, maar dat is meer een nabrander. Jij hebt ongetwijfeld gehoord de gang van zaken bij Spakenburg. Het is nu groot in het nieuws gekomen. Bij Spakenburg zou in het seizoen 2011-2012 op grote schaal binnen de selectiegroep, onwetend van bestuur, technische staf, etc., doping zijn gebruikt. Schrik jij daarvan of zeg je van, nou ja... Ook in de top van het amateurvoetbal zal wel iets gebeuren.
Nou ja, daar schrik je wel van uiteraard. Ik bedoel, doping is natuurlijk is gewoon echt iets wat niet past. Niet binnen de sport, ook niet binnen het voetbal, is totaal niet bekend. Dus wij hebben dat ook gisteravond hier meegekregen. En dan is er inderdaad alom verbazing bij de spelers en bij de staf dat het überhaupt mogelijk is dat er bij Spakenburg dat is gebeurd. Hoe het precies in elkaar zit, zal de komende weken wel uitwijzen. Maar goed, voor ons is dit in ieder geval geen optie om, om dat komend seizoen ook te gaan proberen. Nee, dat begrijp ik. Maar jij bent ervaren genoeg. Je loopt al jarenlang mee in het amateurvoetbal. Kan dit ook een topje van de ijsberg zijn? Is dat ook een angstig vermoeden wat je hebt? Nou, daar geloof ik niks van. Ik denk dat dit echt een op zichzelf staande situatie is. En ik geloof niet dat in het amateurvoetbal, ook omdat ik denk dat bij voetbal ja, het te weinig verschil kan maken. Bij individuele sporten misschien wel. Maar ik geloof niet in voetbalsport dat daar het verschil kan maken. Dus ik geloof niet dat dit het topje is van de ijsberg. Of hoop je dat? Nee, nou ja, dat hoop ik. Ik ga daar vanuit. Ik kan het ook niet garanderen. Maar ik zie geen reden in het voetbal dat dit vaker voorkomt. Oké, dankjewel. Graag gedaan.